مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. Dames en heren luisteraars, van harte goedemorgen en welkom tot deze zaterdagsaflevering van gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans Kalajorkal. Dit is de aflevering voor zaterdag 27 juni 2020. Kalajorkal wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname en is nu te beluisteren via de RBN radiofrequenties. RP The Hot One 89.7 FM. Deze uitzending zit ook op ACME Radio 91.3 FM. Met een simulcast in het district Nikeri op de 103.5 FM. Kalajorkal is ook live te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube source Islat in RBN Suriname. Dan gaat u deze uitzending ook zien. Deze uitzending is vandaag wederom te zien via Alpha Televisie Facebook. Dus ook op Facebook is deze uitzending te zien, Alpha Channel Suriname, dat lokt u in. Dan gaat u deze uitzending ook kunnen volgen. Online is deze uitzending te beluisteren via de website van Dagblad Suriname. Daarvoor gaat u naar dbsuriname.com. En landelijk in mijn eigen land, in ons land, is Rashid Pierkans Kalajorkal te zien via RBN TV kanaal 5.1. Mijn naam is Farid Pierkan, ik presenteer u deze aflevering en zeg tegen u allemaal assalamu alaikum. Laat me alle mensen condoleren die een dierbare hebben verloren. Ik wil u veel sterkte toewensen in de voor u zeer moeilijke, droevige dagen. Vooral in deze COVID-tijd is het nog droeviger voor familieleden om afscheid te nemen. Omdat wanneer iemand komt te overlijden en een wezenlijk deel van de familie mogelijk buiten de grenzen van Suriname woont, kunnen die mensen niet naar Suriname komen om afscheid te nemen volgens de gebruikelijke normen en waarden die we gewend zijn. En vooral de mensen die met grote getalen in Nederland wonen. Vanwege COVID-19 zijn er zeer beperkte tot geen vluchten. Vanuit Nederland is er 1 keer per week uitsluitend nog een vlucht. Maar het is zeer lastig om in Suriname aan te komen. En vooral als het familieleden zijn wiens mensen dicht bij hun zijn te komen overlijden. Dus COVID-19 zorgt ook voor meer droevige momenten bij het heengaan van iemand. De mensen die ziek zijn, die wens ik van harte beterschap toe. En een spoedig herstel aan u allemaal. En uiteraard zijn er vandaag ook mensen jarig. En die mensen moeten we vandaag ook feliciteren. Als u uw naam niet hoort, dan weet u, kent mijn verhaal. Ik feliciteer u alvast, in geval u uw naam toch ook niet hebt gehoord. Maar vandaag moeten we feliciteren Shanti Mungra, die is vandaag jarig. Mooie dag aan Shanti toegewenst. COVID-19, kan er geen feestje omheen bouwen aan Shanti. Dinesh Malu is ook jarig, hij is in Nederland. Ik wens Dinesh in Nederland ook een mooie dag toe. Ramon Wijntuin ook jarig en Sietske Oemerosing is er vandaag ook jarig. Uiteraard zullen er nog honderden andere mensen jarig zijn, dus ik feliciteer u ook bij deze. Voor zondag 28 juni mogen de volgende mensen hun jaardag gaan voorbereiden. Rashad Badlou, Anne Rahayu, Savitri Mathura Persat en Anne Meijer. En voor maandag 29 juni onze eigen Toshad Idu, die ook deel uitmaakt van RBN. Die mag zijn jaardag voorbereiden, maandag 29 juni en dinsdag 30 juli, Khalila Abdurrahman. Ik wens jullie allemaal ook een goede voorbereiding. Vooral als je uw naam niet hoort, dat je zult denken, ja, waarom noem ik specifiek een x-aantal namen maar? Waarom noem ik niet alle mensen? Omdat ik het gewoon even niet heb. Deze mensen staan op mijn private Facebook, want ik heb er twee. Ik heb er een public en ik heb er een private. Dus deze mensen staan op mijn private, vandaar dat ik het automatisch weet en dan ook melding van maak. Maar ik wens u een heel leuke dag toe. Ik wil ook bij nadruk vandaag feliciteren een persoon die niet jarig is, maar vandaag wel beëdigd is geworden als notaris in ons eigen land. Dat is Karishma Setal. Karishma Setal feliciteer ik bij deze. Ze is beëdigd als notaris, volwaardig notaris. En ze is de dochter van Anand en Shirley Setal. En Anand en Shirley zijn prominent lid van Lions Club Parwani. Dus bij deze feliciteer ik Anand, Shirley,
met het succes van hun dochter Karishma Sital, met het behalen, beëdiging van het zijn van een notaris. De felicitaties ook in de richting van haar mede namens mijn familie, Audrey, Fortine, Malika en Amberine. En veel succes toegewenst met je carrière. Er zijn op die dag ook een aantal notarissen beëdigd geworden en ik feliciteer ook die notarissen. Laat me u de koersen doorgeven in ons eigen land. En deze koersen zijn, als je het tenminste vindt, de Amerikaanse dollar noteert 14 SRD voor 1 US dollar. Dat zijn de straatkoersen, want de formele koersen die zijn haast bijna niet te vinden. Dus de aankoop 14, de verkoop 14,75. Euro noteert 14,25 om 15. Dit is Kalaan Jorkul. We gaan u uiteraard vandaag heel veel ruimte geven om te bellen. Politiek is er weer een klein beetje spanning ontstaan. Dus, alles lijkt een beetje bruja. Maar zo bruja is het hoogwaarschijnlijk ook weer niet. En daarover gaan we veel praten vandaag. Dus zet u zelf een schrap. Het is goed als u wenst te participeren in deze uitzending. Het is alleen maar een advies dat u één onderwerp behandelt. En weet u waarom? Zodat wanneer u één onderwerp behandelt, u uw verhaal eromheen kunt bouwen. En dat u binnen een bepaald tijdspan uw verhaal kwijt kunt in deze uitzending. Maar op het moment dat u 3-4 onderwerpen tegelijk wil gaan behandelen, dan ga ik u ergens moeten onderbreken. Want als het te lang duurt, krijgen andere mensen geen gelegenheid om in te bellen in deze uitzending. Dus u moet alsjeblieft met twee factoren rekening houden. Kiest u één onderwerp, bouw uw verhaal eromheen. Dan gaat u zien dat uw verhaal ook goed tot zijn recht komt in deze uitzending. Laten we naar COVID-19 gaan. U weet dat wij nog in een tijd van het coronavirus leven. Hè? Want ik zie zoveel mensen op straat. Uiteraard heeft iedereen zijn eigen doel waar ze naartoe moeten gaan. Maar houdt u rekening, we leven nog steeds in een tijd van COVID-19. Dat betekent nog steeds dat we allemaal targets zijn voor mogelijke besmetting. Dus dat moeten we even niet vergeten. En het is hoogwaarschijnlijk mijn werk om u ook te helpen herinneren en zo doen een heleboel andere mensen het ook. Er zijn 200 Surinaamse mensen, 200 mensen zijn actief besmet, actief. Er zijn 391 mensen positief getest. Er zijn 181 mensen hersteld. Er zitten 8 mensen in intensive care. Dat is heel serieus. Dus ik wens die mensen extra beterschap toe. Want als je in intensive care zit, dan is het rood, serieus. 284 mensen zijn in quarantaine. En jammer genoeg hebben we 10 doden moeten noteren vanwege het coronavirus. In ons land 10 doden, dat is veel, hè. Je moet dat niet overschatten. Het is heel erg veel. 10 mensen zijn komen te overlijden. Dus laten we allemaal nog rekening houden dat hoewel we tussen 5 uur en 8 uur 's avonds vrij overal mogen, hou rekening met de veiligheid van uzelf en uw medeburger. Want we mogen wel overal gaan, met de restricties die de bedrijven hebben natuurlijk, waar u naartoe gaat. Maar u moet rekening houden dat we nog steeds leven in COVID-19 tijd. En het moment dat u zelf het gaat verwaarlozen en denkende van hé, er is toch een poos niks gebeurd in mijn nabije omgeving, dan kan het nog net misgaan omdat u de protocollen binnen uw eigen woonomgeving en daarbuiten overslaat. En u kent de protocollen intussen van COVID-19. In India, een land met 1,3 miljard mensen, daar zijn ongeveer 500.000 mensen zijn daar besmet geraakt. Dus als u kijkt in verhouding op 1,3, dan denk je, is 500.000 veel. Het gevaar met India zit, dat het land zo groot is en zo open is, dat de verspreiding hiervan snel kan gaan gebeuren. Het aantal geregistreerde besmettingen van het coronavirus is wereldwijd bijna 10 miljoen. Het dodenaantal nadert de 500.000. India telt naar Rusland, Brazilië en de Verenigde Staten de meeste mensen die geïnfecteerd raakten met het longvirus. Tot nu toe zijn 15.685 mensen overleden aan het gevolg van deze ziekte in India. En waarom het een groot gevaar is, is een groot land met een groot oppervlakte, veel mensen, hygiëne in India. Kunnen we niet zeggen dat het super is. Het is er wel, maar het is niet super. Dus vandaar dat daar het risico heel erg groot is. Dat als deze virus zich daar gaat verspreiden.
dan gaat het heel, heel moeilijk te controleren zijn. Maar India neemt genoeg acties, onderneemt genoeg acties. Eén ding mag wel gezegd worden, India heeft een vrij goede medische zorg. Dat hebben ze wel. Dus mogelijk kunnen ze dat ook nog gaan containen. In Amerika zien we, de Verenigde Staten zijn het zwaarst getroffen land door het virus. Bijna 2,5 miljoen mensen hebben het virus opgelopen en er zijn circa 125.000 doden geregistreerd in Amerika. In Brazilië, in het Zuid-Amerikaans land, zijn het afgelopen etmaal 46.860 nieuwe gevallen geregistreerd en 990 doden. Bijna 1,3 miljoen Brazilianen zijn besmet geraakt en pakweg 56.000 zijn komen te overlijden. De WHO, dat is de World Health Organization, zegt dat er 28 miljard Amerikaanse dollar nodig is voor het bestrijden van het coronavirus in arme landen. Let wel, in arme landen. Want wanneer er ooit een vaccin wordt gevonden, weet, er is nog geen vaccin gevonden, maar op het moment dat er ooit een vaccin wordt gevonden, is de vraag, wie krijgt het als eerste? En automatisch, bij een nieuw vaccin, waar men het nog niet heeft gevonden, gaan de rijke landen als eerste in de rij staan. De rijke landen gaan als eerste in de rij staan, omdat ze ook het geld hebben om het te kopen. Ze hebben dat geld ook om het te kopen. Dus die arme landen, die we overal kennen, onder andere ons land, arme landen, wij vallen ook onder de arme landen, ja, die komen dan niet in de top 10 om te gaan kopen, want je hebt dat geld niet. Je gaat afhankelijk zijn van WHO om jou te helpen financieren, om aan deze medicamenten te komen, mocht er ooit gevonden worden. Hoewel men druk bezig is met onderzoekingen en testingen, is er formeel nog geen vaccin gevonden voor het coronavirus. Dit is Rashid Pirkans, Kala Jorkal. Laat me de lijnen voor u opengooien, want hoogwaarschijnlijk wilt u snel iets vertellen. Dan mag u dat nou gaan doen in deze uitzending. U kent het nummer 532037. Intussen vertel ik u wat internationaal nieuws. Een van de redenen waarom ik u moet weten, de wereld draait door. De wereld stopt niet omdat ons leven geparkeerd is. Parkeer men het leven in de wereld niet. Er komen weer hoge spanningen in het Midden-Oosten vanwege het feit dat Israël per 1 juli wil starten met de annexatie van 30% van de bezette westelijke Jordaan-oever, beter bekend als de West Bank. En een deel hiervan loopt ook door het land Jordanië. En die koning van Jordanië is dan onder verdrukking met mogelijk wat Israël per 1 juli wil gaan doen. De koning van Jordanië, dat is koning Abdullah, heeft vooralsnog geen contact met Netanyahu, want ze zijn heel erg boos. Maar de wereld heeft een oproep gedaan aan Netanyahu om niet over te gaan tot annexatie van de bezette gebieden in de westelijke Jordaan. En in de westelijke Jordaan-oever, wat is de Westbank, daar is de stad Ramallah, daar zetelt de Palestijnse autoriteit. Maar dan heb je een ander deel waar de Hamas, Hezbollah, opereert. Dus het kan erg grimmig worden. De Arabische Liga heeft het ook al afgekeurd. Saudi-Arabië heeft het afgekeurd. Dus de vraag is, gaat Netanyahu werkelijk overgaan tot de verdere uitbreiding van nederzettingen in de annexatiegebieden? Goedemorgen, u bent in de uitzending. Ja, goedemorgen meneer Pirkan, hoe is met u? Ja, prima. Wacht, ik schrijf even op hoor, want even. Ja, maar even, u moet uw radio zacht doen. Of uw tv, iets is verschrikkelijk storend. Iets is ja, meneer. Hallo, is het nu beter? Ja, u moet niet naar uzelf luisteren op de radio, u moet met mij praten door de telefoon. Je moet niet naar de radio luisteren. Ja, is goed. Ik ben ietsje verder gegaan. Ja, want het stoort die mensen die luisteren. Waarover ik het wil hebben is duidelijk en alleen het geval van op het ogenblik in Suriname. Ja, gaat u gaan, meneer. Wat er gaande is bij mij. Kijk, je moet de dingen richtig bekijken. Men zegt, een auto rijdt op 4 banden. En als je 4 partijen hebt die een samenwerking gaan aangaan,
dan moet je weten dat je om vier mensen dat ding gaan doen. Maar als men begint te zeggen, as van die wagen zijn twee partijen. Dan ga je logisch een kameliteit krijgen. En aangezien dat je kameliteiten gaat krijgen, is het duidelijk en alleen dat precies dat andere mensen dan misbruik van dat alles willen maken. Want dit noem ik hebzuchtigheid. Want kijk, je hebt zoveel... hoe dat ding nog alweer? Je hebt zoveel zetels. En toch wil je nog andere dingen hebben die je... Ik weet het niet hoor, maar dat ding is echt moeilijk voor me om eruit te komen. Maar dat noem ik hebzuchtigheid. Want als ik het zo mag zeggen, ABAP en VAP, Jogi had gezegd dat ABAP en VAP dan dat alles in orde gaan maken. Maar er zijn vier mensen die dat alles in orde moeten maken. Dat zijn VAP, ABAP, NPS en PL. Maar wat ik heb kunnen proeven uit dit alles, is duidelijk dat een sommo dan die goede spel wil spelen... Om dingen van hem door te drukken. En zodoende stuurt hij Brunswijk dan in dan die rommel. Dus ik weet het niet hoor. Ik blijf luisteren, meneer Pirkan. Alvast okay. Fijn weekend ja. En sorry voor het ongeriefd. Nee, niet erg. Dank u wel, meneer. Dank u wel. Ik ga later in op deze materie. Ik wil wat bellers de gelegenheid geven dat ze hun gedachten kunnen ventileren. Ik heb een hele opmaak voor mezelf hier gemaakt. Naar de opties, de mogelijkheden, de kansen en de mogelijke redenen. Want het gaat veel verstrekken. Het gaat veel verder dan alleen maar ik heb 3 zetels en ik heb 9 en jij hebt 2 en ik heb zoveel 1000 stemmen. Het gaat veel verder dan alleen dat. Maar ik wil graag eerst naar u luisteren, zodat ik u mogelijk met datgene wat ik zeg en ik denk niet beïnvloed. Waardoor een andere trend wordt gezet in die uitzending. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Ja, goedemorgen. U spreekt met Munir Alam. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Ik heb even een vraagje. De bijlage van de Dagblad Suriname is er niet. Ik begrijp vanwege de omstandigheden dat het dus niet kan. Maar ik mis de dagelijkse mop, de sterren en het programmaoverzicht van de televisie. Kijk, ik ben zelf geen caféganger of... Naar het casino. Maar ik beperk me tot het kijken naar Hindoestaanse films, het lezen van de kranten en actualiteitenprogramma Kaak kijk ik graag in de branding en Prime Alert. Mijn vraag is het niet mogelijk, of is het niet mogelijk om een soort televisiegids of een overzicht van alle zenders met alle films en... Of actualiteitenprogramma's in de krant op te nemen. Want af en toe mis ik zelf bijvoorbeeld van Apinti het overzicht. Oké, dank u wel. Dank u wel. Kijk, per 2 juli, kijk, wat we noemen de B-katern, die hebben we ook vanwege bezuiniging hebben we moeten intrekken. Je moet weten, die krant kost 1 SRD 75 cent. En mensen die de wereld kennen, weten dat je nergens ter wereld een krant koopt voor 1 SRD, 75 cent. En vanwege het feit dat we heel omzichtig willen omgaan met verhogingen in deze tijd, hebben we toen gemeend om die B-katern weg te halen. Want we moeten ook bezuinigen ergens en dat kunnen we in papier, in consumer products doen. Dus we hebben toen daarvoor gekozen. Maar per 2 juli, let wel, per 2 juli, dat is donderdag 2 juli, komen er nog 8 pagina's bij. Dat betekent de krant gaat weer naar 24 pagina's. Per 2 juli gaat dat terug. Maar we gaan per 2 juli wel een lichte prijsverhoging hebben. De krant zal geen 1,75 meer kosten per 2 juli. Hij gaat 2 SRD kosten. Er komt een kwartje bij. Er komt gewoon simpel een kwartje bij. De actuele prijs, als wij deze krant op een actuele prijs zouden moeten zetten, op basis van marktconform, wat men zegt marktconform, moet deze krant 3,25 gaan kosten. Maar we willen die krant ook leesbaar en gangbaar houden voor de bevolking. Vandaar dat we die slag ergens anders compenseren. Dan zeg je van ja, als hij 3,25 kost en je gaat hem nou 2 zetten, hoe draag je die andere 1,25? Die andere 1,25 dragen we op andere vlakken. Proberen we dat verschil te gaan dekken. Maar alleen om hem gangbaar te houden. Dus per 2 juli gaat hij terug naar
24 pagina's. Hij gaat niet naar 32, hij gaat wel naar 24 pagina's. Er komen 8 pagina's bij. En dat is per donderdag 2 juli. Ten aanzien van het TV-programma-overzicht, we publiceren dat wel, maar we doen dat op onze digitale website. Dus de TV-uitzendingen, programma-schema, vindt u op de website van Dagblad Suriname iedere dag. Dus dan kunt u naar dbsuriname.com gaan als u over internet beschikt. Ik weet dat het een beetje lastig is voor mensen die geen internet hebben, dat ze dat graag in de hardcopy willen. Maar we kijken als we dat kunnen indelen per 2 juli in. Want het is niet een hele pagina, hè. Je moet weten, het programma overzicht neemt een hele pagina. Dus we kijken dat. Want mensen vragen naar overzichten. We weten dat. Er wordt gebeld. We bieden ook een dienst aan. Dat hebben we eerder aangeboden. Als u het programma overzicht wil, kunnen we dat ook voor u appen. En dat hebben we eerder bekendgemaakt. U kunt dat op onze hotline nummer aanvragen. En straks brengt Sager hoogwaarschijnlijk dat ook in beeld voor ons. Maar als je op onze hotline nummer gewoon een app stuurt, kunt u het programma overzicht voor me sturen. Dan bieden we u die service ook gratis aan, want u betaalt niet voor die service. Dan doen we dat ook. Maar dat is overigens te vinden op de website. Maar per donderdag gaat de krant naar weer naar 24. De krant wordt straks snel uitverkocht. Okay, ik ben blij dat de mensen het lezen en dat de mensen het appreciëren. Maar we gaan hem met een kwartje moeten verhogen per 2 juli. Hij gaat naar 2 gulden in plaats van 1 SRD en 75 cent. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Bedankt voor het wachten. Ja, bent u er nog? Ja. Ja, dan gaat u gang. Ja, ik ben er nog. Gaat u gang? Meneer Faris? Ja, maar ik wil even wat vragen. Ik wil even vragen aan alle mensen die me gaan bellen. Kunt u die radio of die tv zacht doen, alsjeblieft? We krijgen een fluitsignaal dat hinderlijk is voor de kijker en de luisteraar. Ja. U moet praten door de telefoon. Gaat uw gang. Ja, ik luister altijd naar uw programma en ik vind het een heel erg goeie. Maar wat ik zo vaak merk, er zijn mensen die heel lang willen praten. En kan er niet een tijdslimiet geplaatst worden, bijvoorbeeld 3 minuten. En na die 3 minuten, dan moeten zij stoppen met praten, waardoor zij kort en bondig zullen praten. Want er zijn mensen die dan komen, die dan bellen. En dan zitten wij allemaal te balen over hetgeen wat zij voor te zeggen hebben. Dus in die 3 minuten moeten ze, het is een voorstel, 3 minuten, dat zij kort en bondig hun zeg doen. Dat wil ik even aan u doorgeven. En ik vind uw programma heel belangrijk. Is goed, dank u wel. Kijk, we doen deze uitzending al 25 jaar. Ik wil het niet zozeer aan een tijdlimiet gaan binden. Maar ik balanceer die uitzending wel. Kijk, op het moment dat ik ook merk, want ik heb al veel gehoord in mijn leven in deze uitzending, dat er een beller is die vrij interessant overkomt, waarvan u als kijker en als luisteraar ook wat van kunt gaan leren. En ik merk het direct aan de toonzetting. Ik merk het direct binnen 30 seconden, merk ik het ook. Dan geef ik zo'n beller weer graag de ruimte. Dus ik probeer die uitzending te balanceren. En daarom doe ik altijd het verzoek nu. Doe 1 onderwerp. Blik hem goed in. Verpak het goed in. Dan gaat u beter tot uiting komen hier in deze uitzending. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Ja, goedemorgen meneer Peergaan. Goedemorgen. U spreekt met Sand. Even een opmerking. De NDP staat op bossen. Er steken zeker 6 parlementariërs over naar de VHP. En dat is komend week al. En hoor ik nu dat ik in de wandelgang dat de VHP die rente van Oppenheimer heeft betaald, die 6 miljoen. Geweldig. Geweldig. Als dat zo is, dan vind ik de VHP geweldig. Okay. Over die open overlopers, dat hoort u komen toe ik zeker wel. En het is heel binnenkort. Okay, dank u wel. Laat me u een aanvulling geven en een correctie. Die 6 miljoen is geen Oppenheimer-lening, is een IDB-lening.
is van de IDB is die 6 miljoen. En die 6 miljoen is niet betaald geworden door de VHP voor de juistheid en de correctheid. Die 6 miljoen is opgebracht door de banken van Suriname en niet door de VHP. Dat moet ook correct, met zijn aanvulling, wat de VHP wel heeft gedaan, is dat ze on speaking terms zijn gegaan om te praten met die banken en met die actoren om te kijken, jongens, we kunnen die 6 miljoen ophoesten. Het is geen Oppenheimer 6 miljoen. Die Oppenheimer 2 gaat om 23 miljoen dat getrokken moest worden van de 125 miljoen bij de afkoop van die dam. Dus we moeten even dingen op lijn zetten. En wat overloop aangaat, ja, dan laten we dat even in het midden. Laten we dat in het midden. Geweldig, als u dat weet, dan zullen we dat wel merken. Maar goed, dit is Rashid Pirkans Kalajarkal. Het is vrij onrustig op Curaçao. Op verzoek de militairen staan de politie bij op Curaçao. Je weet dat er onrusten zijn op Curaçao vanwege het feit dat er een loonsinkorting is geweest. De mensen zijn er toen helemaal niet eens geweest. Ze hebben bijna Curaçao in brand gestoken. Dus op verzoek van Curaçao worden Nederlandse militairen ingezet om de positie te ondersteunen met het handhaven van de openbare orde. De lokale autoriteiten hebben een verzoek gedaan vanwege massale plunderingen en brandstichtingen die de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden op het eiland. Goedemorgen, dit is Kalajarkal. U bent in de uitzending. Morning, my darling. Morning, morning, morning. Morning, my honey pony. Wat zijn we, Jelena? Ik zie jou als iemand bij de kwaliteit, die bij de kwaliteit thuis hoort. We hebben allemaal onze dingen. Ja. Maar als ik zo kijk, bepaalde handelingen, bepaalde gesprekken, is dat, wij zijn niet van deze tijd. Je hebt de andere talk. Je hebt een sweet talk. Oké. Begrijp je? Ja, hè? En je hebt sommige mensen die niet dat, niet die anders praten. Ja. Ja, toch? En ik vind, de kwaliteit moet blijven. Als je die moet staan in het programma. Correct, correct. Je begrijpt, ja, toch? Ja, ja, ik begrijp. Als je het loemeloemoem tang. Correct. Dus ik bedoel, als sommige mensen bepaalde dingen niet leuk vinden, je moet iets, ik wil nooit reageren op dingen, maar als jij iets niet draait, moet je goed nagaan of je iets zomaar gaat afkeuren. Want hier doe Arokodisi, je hebt een relaxed moment van Oeru, toch? Je kan niet constant deze kort en bondig. Als dan moest, want Sweetie moest de. Want die lafu moest de. Want je ook zo eet, want die Sweetie gaat want die lafu. Ja, maar daarom. Dat is Surinaams. Maar daarom met Taki met balancera uitzending. Juist, mijn volg hier. Met balancera uitzending. Is dat niet ook? Ik denk dat jij bij de kwaliteit thuis hoort. Dus ik vind, mensen moeten goed overzagen doen. Het is jammer in Suriname dat wij heel veel problemen hebben met kwantiteit. Ja. Onze kwantiteit is meer dan kwaliteit. Mijn taal, okay. Ik praat het mee hoe ik praat. Ja, ja, misabi, misabi. Kwaliteit voor Alibisma, asmara in Akondreja. Ja. En dat ook, brokken unu. En hij brokken unu terangano. Oké. Ja. Ja, toch? Tot in de politiek. Mina wat takken voor politiek. Maar je gaat zien nu kwaliteit en kwantiteit. Wat er gebeurt, wat er kan gebeuren in je land bij handelingen van politieke mensen. De kwaliteit en de kwantiteit gaat hier een grote rol spelen. Want die betekent mijn baan, maar ik met die eine ei, mijn hoop dat ik met die wel eens eine ei. Maar die tak mijn kree, mijn pot, mijn wat ra ei in dat zand dat mijn kree. Anyhow, maar okay. Met die. Is goed, is goed, is goed. Die takkie, aan yeah. Kwaliteit en okay. Kwantiteit, Josheng. En dat is pijnlijk voor dit mooie land. Oké, okay. Ja, mijn goede. Kort en bondig. Maar terug te komen op Latour. Ja. Want kadaan meneer overveert niet. Begrijp je? Maar sorry, na de naweli, we hebben onze eigen zin naar ze naast. Chago, chago, chago. Ja toch? Maar me kwam mix patufatori. Latour. No veilig, no debaka. Want een lockdown. Toch? Als er nou een lockdown. Tot bepaalde euro. Dus ik wil die mensen op Latour overal, dat ze paraat moeten zijn, dat je auto op Latour, je moet erop letten. Er lopen nog dieven buiten. Toch? Ik kom op Ijari, je hebt Alassani. Ik kom puri batterij via auto, waarvoor je zwaar werkt. Weet je hoe dure batterij vandaag is, meneer Pirkan? Na 600, 700 holu. De lockdown dat je wakker in had niks te doen, maat. Dat je wakker te van jij was, maar kopura batterij. En dat je vernietigde asma auto. Dat heb ik meegemaakt eergisteren. Dat ik de hele avond gisteravond heb geslapen.
Want het is lastig. Toch dat je je auto zet. Koot dat je kon voeren. Maar een vernietiging zou je doen. In Lukboom. Daarom, ik zou je eerlijk zeggen, niemand die kwalijk. Dit is zo'n ding. Meneer Sardere. Ik zeg, man, ben zoet. Want dan wat je toch. Dan ben ik gevoerd naar wat je dan maar zoet. Meneer Sardere, dus mensen. Opgelet op la tour. Er zijn mensen die op je erf komen en die aan je wagens komen. Dag, Miguru, en een fijne uitzending. Oké, dankjewel, dankjewel. Dit is Rashid Pierkans, Kalajorkal. Dit is een live uitzending. Het is, wordt niet opgenomen over. Dus ik hou over het algemeen niet ervan om mijn uitzendingen op te nemen. Want als je live bent, ben je echt. Het is één op één. Je kan 99% goed doen. Er kan ook een fout gemaakt worden. Maar het is naturaal. Dat komt helemaal uit je eigen geest. Het komt natuurlijk naar voren. Ik ga straks wel het een en ander zeggen over die samenwerkingsovereenkomst van de coalitie. Maar ik geef even de bellers de gelegenheid om hun gedachten te ventileren. Over datgene wat zij willen zeggen. En mogelijk ook over andere onderwerpen. Want ik wil niet dat wanneer ik mijn gedachtegang aan u poneer of voorleg, dat beïnvloedend zou kunnen werken in de vormen van uw eigen mening. Dus vandaar dat ik hem een klein beetje anders laat. Hoogwaarschijnlijk laat ik het voor na 11 uur. Voor na 11 uur. Ik heb het pakketje vlak hier. Ja, ik heb een pakketje gemaakt. Oké. Okay. Dit is Kalajorkal. U weet dat ik een interview recentelijk heb gehad met de directeur van de FINA Bank, maar in hoedanigheid van de voorzitter van de Centrale Bank, voorzitter van de Bankiersvereniging, waarbij hij in deze uitzending heeft gezegd dat er geen, dat er geen clausule, vrijwaringsclausule is getekend met de Centrale Bank van Suriname. En dat is terug te vinden op YouTube, dat heeft hij gezegd, we hebben dat ook gepubliceerd. Maar echter beschik ik wel over andere informatie. Dus niet wanneer iemand me aanzegt dat je ook alles moet geloven. We hebben hem wel aangehoord. We hebben notitie van genomen. En we hebben het ook voor u afgedraaid in deze uitzending. Maar wanneer het politiek een klein beetje rustig is, kom ik wel erop terug. Want ik beschik over andere informatie. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dit is Kalajorkal. Goedemorgen. 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 Meneer Pirkan, hoe gaat het met u? Goed, goed, goed. Ik hoor met je. Met Roepjan. Met wie? Van Mowene. Roepjan. Ja, ja, ja. Mooi, mooi, Tjale. Kijse, houd je al. Zabtjitik. Wil mijn vader zo zeggen? Kakero, kak hou. Bol, bol. Vertel me, vertel me wat je op je hart hebt vandaag. U ziet er vandaag echt fris uit. Dus vorige week niet? Elke dag mooi, maar vandaag extra. Ik god, man. Oké, maar geef maar die tori van je. Is goed. Tot een andere keer. Oké. Okay. Oké, is goed. Dag. Ja, dat hoort ook bij Kalajorkal. Kijk, deze is daarom. Ik hou altijd flexie. Iedereen mag me bellen. Je mag iemand groeten. Ik heb er geen moeite mee. Is een flexibele uitzending. Deze uitzending overigens is destijds begonnen door mijn vader. En vandaar dat we deze uitzending naar hem vernoemd hebben. Rashid Pierkans, Kalajorkal. En dat heb ik toen moeten voortzetten vanwege het heengaan van hem toen. Dus, en hij had altijd een flexie-uitzending op zijn eigen manier. Zijn kwaliteiten waren heel anders, waren op een hogere standaard. En het was gewoon even anders. Dus je kan nooit twee van hetzelfde hebben. Dat kan even gewoon niet. Wat je probeert te doen, je probeert je eigen manier iets te presenteren, hopende dat mensen het appreciëren en accepteren. Maar deze uitzending is dit jaar 25 jaar. We kunnen jammer genoeg geen feestje eromheen bouwen. We zitten in COVID-tijd. Hadden we ooit gedacht van, hey, we zouden iets leuks kunnen doen in verband met 25 jaar Kalajorkal. Want 25 jaar, dat is heel lang. Gaat u dat maar even na. Als je zegt van, hoe lang is 25 jaar? Dan zeg ik altijd, zoek een oude foto van jezelf, van 25 jaar geleden, en kijk hoe je toen eruit zag. En zet dan een recente foto van u daarnaast. Dan begrijpt u wat 25 jaar van uw leven betekent, die u hebt gegeven aan het dienen van de maatschappij, in een poging om uw gezin welvaart te geven, goed leven te geven. En dan merkt u ook wat 25 jaar betekent, waar mensen hoogwaarschijnlijk uw leven minder leuk hebben gemaakt voor u. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen, Migudo. Goedemorgen. Het muziek van mijn lukie is die man.
Dami, a her deze mi sweetie. Maar, Giptori. Goedemorgen, meneer Peerka. Goedemorgen. Nu aan mij kwam tien of u op een aanmerking. Gaat uw gang. Opmerking die aan mij kwam. Baby Matraf Chanta Santofi. Matra Rusland. Anga Matra Brunswijk. Met de gebruik van verstand. Matra Amanfu Pagaya Lehoer. Me begi den. De non me capestana mofadoro fupe gron e prati. Fute con inapor. Dat ben de mi begi. Wani ab boom. Boom. Patru erfaring na nga en atende at abe abi a. Abe abas a ministeri. Milati omeni pesam omeni dusun kolu. Samet milati. Dus dat me begi den. Is goed, mevrouw. Aboom. Betekent grantangi, daar wordt die mevrouw ook gehoord. Ze doet een beroep op de mensen in principe hun verstand te gebruiken. Ik kom later terug op die coalitiekwestie. Ik kan u wel vertellen dat de mensen nu praten, terwijl wij bezig zijn. Maar jammer genoeg kan ik u het resultaat niet geven, omdat hoogwaarschijnlijk het gesprek door gaat duren tot na 12. Maar de gesprekken worden wel gevoerd. Om te kijken waar die hobbels zijn en hoe die hobbels weggewerkt kunnen worden. Dus de gesprekken vinden nu plaats, op dit moment. Maar ik ga u wel het een en ander vertellen, na 11 uur. Maar ik wil graag eerst uw eigen mening horen, zodat van mij niet beïnvloedend gaat werken op het geheel. Hoe ik het zie. Want sommige mensen kunnen denken van, dat lijkt toch een beter verhaal. Maar van mij hoeft het niet altijd goed te zijn, dat moet u ook vasthouden. Degene die jou morgen geen daglicht zal gunnen, is degene die jij vandaag geen daglicht gunt. Dat heeft een heel wijs mens gezegd. En dan moet u dat kunnen invullen binnen al datgene wat mogelijk nu ook wel gebeurt. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. Het is Rashid Pierkans Kul Ajorkul. Maandag ben ik live op mijn public Facebook. Dat doe ik van huis uit. Het is geen Kul Ajorkul, hou dat vast. Maandag heb ik een trend opgebouwd om te zeggen, ik doe van huis toch, ik babbel gewoon. We hebben nog geen echte naam ervoor. Mensen hebben namen voor gedaan. Speedkong, huppelen, wandelen, weet ik veel. Maar het is gewoon een vrije slag. Het is geen Kul Ajorkul uitzending, hou dat vast. Ja, dat is gewoon in mijn vrije tijd doe ik dat op de maandag. En maandag ga ik er weer on air op mijn Facebook. Public Forum is dat. En als u wil weten hoe je erop komt, dan moet u gewoon zoeken voor Farid Pierkant, public figure. Dan moet u gewoon inloggen erop. Dus maandag zit ik er weer om 8 uur 's avonds in. En we doen het gewoon gezellig. Dan heb ik geen das aan daar, weet je wel. En het is gewoon met de mensen bezig zijn. Vrije slag. Woensdag is 1 juli, dat is Kitty Kotti, voor uw informatie, is een nationale vrije dag. Kitty Kotti, 1 juli is de enige dag die bij wet vastgesteld is. Dat mocht het eventueel op zondag zo gevallen, laten we zeggen 1 juli zou op zondag zijn geweest, dat zou automatisch de volgende dag een vrije dag zijn. Dat is de enige dag. Dat is 1 juli. Dus zou 1 juli bij wijze van spreken op een zondag vallen, dan zou de volgende werkdag een vrije dag zijn. Maar nu valt 1 juli op de woensdag, dus het is niet op de zondag. En woensdag is onze Kul Ajor Kuldag. Dus zal ik u nog vertellen of ik woensdagavond in on-air ben. Maar dat hoort u wel. Voorlopig zijn we normaal op de woensdag. Want misschien moet ik ook een vrije dag nemen, wie weet. Ik ben straks weer terug met Rashid Pierkans Kul Ajor Kul. Tot straks. Dames en luisteraars, welkom terug tot gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans Kul Ajor Kul. Dit is de aflevering voor zaterdag 27 juni 2020.
Mijn naam is Farid Pierkan en ik presenteer u deze uitzending. De regering, dat wel, we hebben nog een regering, hè, houd dat vast. En de regering staat onder leiding van president Desi Bouterse en vicepresident Ashwin Adin. We hebben nog een regering. En die hebben besloten dat de districtscommissarissen in een gelijkgesteld zullen worden qua loon, qua geld, aan die van een departementsdirecteur. En de nieuwe lonen verwacht men dat die de volgende maand zal ingaan. Wat dat houdt dat in? Dat alle districtscommissarissen, aankomende en gewezen districtscommissarissen, tussen de 11.000 en 15.000 SRT per maand zullen ontvangen. Dat komt op de gemiddelde centrale bankkoers neer op pakweg $2.000. Op de straatkoers komt het ongeveer neer op 1000 Amerikaanse dollars zullen ze per maand gaan ontvangen. Dat zijn de mogelijke aankomende districtscommissarissen en alle gewezen districtscommissarissen. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Goedemorgen, meneer Pierkan. Goedemorgen. Met Jordan. Dit is mijn eerste keer dat ik naar uw programma bel. En net als de voorgaande sprekers ben ik ook een van uw fans. En ik wilde mijn mening geven over wat er nu gaande is ten aanzien van wat ik in het nieuws heb gelezen. Dat de ABAP, het schijnt alsof ABAP terug wil komen op de afspraken die ze hebben gemaakt, waarbij er op papier iets al was vastgesteld dat het ministerie van Olie en Gas zou gaan naar NTS. Ja. En ik vind dus dat dat gewoon niet kan. Dat is dat gaat tegen alle principes in. En ik vind het ook jammer als dat werkelijk zo is, want het is eigenlijk onduidelijk omdat meneer Bruinswijk zelf niet aan het woord is geweest. Dus soms vraag ik me af, misschien moeten we niet vooruitlopen op zaken, want geen van die voorzitters zijn uitgekomen met iets concreets. Maar als het echt zo is dat meneer Bruinswijk dit gaat doorzetten, dan vind ik dus dat hij ons voor de gek heeft gehouden door de zogenaamde groei wat hij heeft doorgemaakt als persoon. En dus dat we eigenlijk weer terug kunnen vallen in een oude politiek. En ja, de waardigheid van de NPS, als er een contractbreuk is of vertrouwensbreuk is, dan vind ik niet dat de NPS het gaat moeten slikken. En dan zou ik gewoon de NPS aanraden, ga maar gewoon lekker in oppositiebanken zitten. Dus ik hoop echt van harte dat meneer Bruinswijk niet gaat komen met een standaardverhaal van de structuren hebben bepaald. Want dat gaat juist getuigen dat hij geen goede leider is, maar dat hij juist gegijzelde is van zijn partij. En dat is dus geen goede, sterke leider die het laatste woord heeft, die gezag uitstraalt en ook van wie je verwacht is dat hij een wijze besluit moet nemen. Oké, dankjewel voor jouw mening. Een mooi weekend aan jou toegewenst. Rashid Pierkans, Kulaan-Dorkel. Ik ga nog een paar bellers de gelegenheid geven om hun gedachten te ventileren. Dan kom ik uit van hoe ik het min of meer zie. Ik kan u wel vertellen dat men on speaking term is. De leiders praten met elkaar. Ze praten eerst apart en daarna gaan ze collectief bij elkaar zitten. En dat gaat vandaag gebeuren. En dat kan ik u vertellen. U weet, wanneer ik u iets zeg, is het 100%, hè? En geen 99,9% is 100%. Oké. Dus ze praten. Maar ik ga u wel het een en ander vertellen over het geheel van die overeenkomst en de gang van zaken en de bevindingen van mensen buiten zoals u. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Ja, meneer Pierkan, goedemorgen. Ik spreek tot Willem. Ja, meneer, goedemorgen. Ik wil het kort houden. Ik weet niet wie bezig is te chanteren, maar dat wil ik even in het midden laten. Ik heb wel een voorstel voor de VAP. Laat ze kijken als ze een coalitie kunnen vormen met meneer Somohario, meneer Web en de NPS. Indien de ABOP de persoon is die chanteert. Het is wel een zwakke coalitie, 26, maar we moeten eens ophouden met die chantagepolitiek. Laten we even terugdenken naar 2008, toen meneer Somohario ministerie van ROGB had,
En toen de minister de fout is ingegaan, wilde hij de minister niet de laan uitsturen. En meneer Venetiaan, die wilde ook niet dat de regering in I moest vallen. En kijk wat het resultaat is geweest 2010. De NPS is kapot gegaan. En verder, kijk wat er is gebeurd. Wie aan het bewind is gekomen. Ik dank u. Oké, dank u wel. We nemen het even mee, we nemen dit alles mee. Ik weet wel, en dat kan ik u zeggen, dat in elk geval de VHP onder leiding van Chan Santokki de zaak niet gaat laten bossen. Omdat er zitten andere belangen in het geheel voor de hele natie. Het is niet bij de eerste en de beste hobbel dat je dan een besluit neemt, haal die stekker eruit, want zo werkt het ook niet. Het is een hobbel, die hobbel moet je kunnen overbruggen, die hobbel moet je kunnen doorpraten. En als na het doorpraten en doorpraten die hobbels groter worden en niet afnemen, dan pas. Maar men is niet in die andere scenario's en in die andere contrainen nog. Men is niet daar, dat weet ik wel. Waarmee de VHP wel acht moet houden. En ja, ik kan niet te veel zeggen. Is dat ze bij onderhandelingen geen amateurs moeten sturen. In de vooronderhandelingen, die grote onderhandelingen, dat doen die voorzitter zelf. Maar in het voortraject moeten ze geen voetsoldaten sturen die deze natie niet kennen. Mensen moet je hebben on the ground, zeg ik, die modder tussen hun nagels hebben gevoeld. Maar mensen die nooit modder hebben gevoeld tussen hun nagels en hun voeten, die mensen kennen de natie niet. Die mensen zitten in een airco-kamer. En u kent ze waarschijnlijk ook niet. En zij zijn geen reflectie in hun denken van die bevolking. Ze doen wel goed werk op hun eigen niveau. Maar wanneer het on ground mensen gaat, boots on the ground, dat noemen we boots on the ground. Dan moet je mensen die modder hebben gevoeld hebben, moet je ook aan die tafel zetten. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Goedemorgen, meneer Pierkan. Gefeliciteerd met uw programma, 35 jaar bestaan. Heel mooi. Ik ben eigenlijk een beetje ongerust. Want kijk, het COVID-team heeft aangegeven dat 6 juli weer gaan starten met het onderwijs. En ik ben zelf ook student. Maar hoe verantwoordelijk is het dat, ja, dat ze het weer gaan hervatten met die stijgende cijfers? En ja, ik weet niet, gaan die bussen dan ook rijden? Hoe zit het eigenlijk allemaal in elkaar? Weet u dat misschien? Oh, maar als u klaar bent, u kunt doorgaan. Ja, ik ben klaar. Oké, dank u wel, dank u wel. Dank u. Dank u wel. Inderdaad, men heeft bekendgemaakt dat de scholen gaan starten op 6 juli. Althans, een aantal toetsen gaan worden afgenomen. Ik ben nog niet bekend hoe men om zal gaan met de klasseindelingen. Want ik ga er gevoeglijk van uit. Smart thinking, slim denken, kijken wat de wereld doet. Je hoeft niet op de ontdekkingsreis te gaan. Je kan onder andere naar Nederland kijken. We praten Nederlands, hoe kennen die mensen daar. Hoe doet Nederland met hun scholen, dat hun scholen toch nog doorgaan. We kunnen kijken wat ze goed doen. Ik ga er gevoeglijk van uit dat men kleinere klassen maakt. Ik ga er gevoeglijk van uit dat men die 1.5 ook houdt in die klassen. En als er grotere klassen zijn geweest van 30, slim denken, je split ze op in drie lokalen. Je split ze op in drie lokalen of vier lokalen split je ze op. Ja, maar dan heb je één leerkracht. Hoe doe je dat? Dan zet je meer leerkrachten in. Dus het is even creatief denken. En ik weet nog niet hoe Minhof dat doet, maar met een beetje common sense moet het wel mogelijk zijn. Een andere vorm van common sense zou gewoon zijn dat ieder student die mee kon participeren op school, daarvan wordt de lichaamstemperatuur ook direct gemeten. Voordat zo'n kind in de klas komt. En dat moet dan iedere dag gebeuren, want dat moet een standaard protocol zijn. Je kan niet één dag doen en één dag niet. Dus er kunnen een aantal protocollen vastgelegd worden om voor de veiligheid en de bescherming zorg te dragen voordat zo'n student mede participeert of toegang krijgt tot een lokaal. Maar die leerkrachten moeten ook getest worden, want die komen ook van buiten. Hè? Dus iemand moet ook die leerkrachten testen of zij clean zijn, dat ze zich mogen begeven in die ruimte. Dus iedereen moet getest worden voor je in het systeem komt. Dus het is niet onmogelijk, is een beetje meer werk, is een beetje veel meer werk.
En het is een beetje veel meer geduld, maar het is niet onmogelijk. En als die bussen gaan rijden, dat weet ik nog niet, maar ik begrijp dat die buschauffeurs zeggen dat je moet mijn probleem oplossen. Want die hebben rijden al een paar weken niet, ze hebben geen inkomsten. En ze wachten ook nog op hun achterstallige betaling. Dus als die bussen ook niet gaan rijden en er is geen mogelijkheid gevonden van hoe te rijden, want je kan geen 24 mensen meer in een bus zetten waar je propageert dat je 1,5 moet houden. Ja, hoe flik je dat in een bus? Mensen hebben dat wel voorstel wel hier gegeven in de uitzending, om minder mensen toe te laten in een bus. Om minder mensen toe te laten, maar derhalve, als je minder mensen gaat toelaten in de bus, dan gaat het tarief van zo'n busrit ook omhoog. En dan is de vraagstelling, als er minder mensen in een bus mogen, en de man moet diezelfde cashflow turnover hebben, die hij normaal krijgt met een volle bus, wie betaalt het verschil bij minder mensen? Moet de passagier dat gaan betalen? Die gaat schreeuwen, die gaat hoogwaarschijnlijk zeggen nee. En waar gaat die overheid in? Komt die overheid in dan met het verschil? Dus dat is het besluit. Het gaat altijd om geld. Een organisatie kan je altijd regelen. Die organisatie kan je regelen. Dus dat is het probleem dat mogelijk speelt bij die buschauffeurs. Maar ze willen wel rijden. Al is het aangepast. Maar wie gaat het verschil betalen van die busrit? Ga je het in rekening, op rekening gooien van die passagier? En zeg je, vroeger betaalde je 1,25 en nu ga je 2,50 betalen voor diezelfde rit. Dat betekent een heleboel mensen gaan schreeuwen en ze gaan terecht hoog waarschijnlijk schreeuwen. Want iedereen is ook armer geworden. Niemand is rijker geworden, met uitzondering van die mensen die hebben gestolen. Maar zijn mensen die hebben gestolen? Ja, gestolen. Dat is een heel kleine groep, maar de grote massa is er niet beter van geworden. Dus die mensen gaan dat niet kunnen betalen. Dus dan gaat die overheid moeten inkomen met het verschil. Vandaar dat die overheid nog geen besluit neemt. De overheid heeft nog geen besluit van die buschauffeurs genomen. Die buschauffeurs zijn naar openbare werken gegaan. Ik dacht een anderhalve week geleden om minister Tjotkan te spreken, onder wie transport valt. Tjotkan was gaan dokken. Tjotkan heeft ze niet te woord gestaan. Maar Tjotkan denkt, van, als ik deze mensen te woord sta, dan moet ik iets bieden. En hij heeft niks te bieden hoogwaarschijnlijk. En hoogwaarschijnlijk is hij ook nog in een trauma, want hij heeft die verkiezing verloren. Sommige mensen zijn nog in trauma beland. Dit is Kal Ajorkal. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. Ik denk dat ik u straks mijn ronde ga geven over de bevindingen van de coalitiepartners. We laten nog één persoon toe, dan gaan we. Jongeman, hebben we nog een break ergens? Ja, 20 over 11. Oké, 20 over. By the way, ik zit met Sagar Rewat. Hij zit mij al. Hoe lang zit je met mij aan? 8 jaren. En ik heb een heel groot vertrouwen in hem, omdat hij in die operations room alles bedient. En dan kan je nagaan dat je vertrouwen moet hebben in iemand die u niet in beeld ziet, maar wel het systeem bedient, dat het goed overkomt. En dat is Sagar, daar zitten we 8 jaar mee. En dat is een heel lange rit, dus vandaar dat er soms als we gelukkig hebben we geen wisseling ooit gehad, maar als er iemand anders plotseling moet komen om mijn systeem te bedienen, ja, dan ben ik wel een klein beetje zenuwachtig. En dan weet ik ook nog niet of hij dat systeem van mij beheerst. Maar hij doet dat wel goed, 8 jaar, dus hij kent de drill. Ik hoef hem niks meer uit te leggen. En dat krijg je als je met mensen lang genoeg werkt. Dan leren mensen elkaar kennen. Mensen kennen de werkstructuren. Mensen kennen de werkdrill. En dan gaat alles ook vlotter en gemakkelijker. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Goedemorgen, meneer Pierkant. Goedemorgen. Zo, ik heb lang niet gebeld. Ja. Maar meneer Pierkant, ik zit aan iets te denken. Is het niet mogelijk dat door bijvoorbeeld, want nu heeft de komende regering, ze hebben de meerderheid, en met ondersteuning van de PEP komen ze dan in die 33, hè? Komen ze net over dat ze de president kunnen kiezen in het parlement. Maar is het dan niet mogelijk, is het mogelijk, meneer Pierkant, dat men de wijziging brengt in de salariering van de ministers en de assemblee in de komende regeerperiode, door bijvoorbeeld als ze die gewoon kan, maar door een referendum of wat dan ook. En dat men minder haast heeft om naar een ministerpost te dingen. Want ik geloof dat dat ding een soort van money-making business is geworden. Iedereen wil komen zitten als minister en om geld te maken. Want je ziet wat in de afgelopen periode is geweest. Mensen die nauwelijks 1000 gulden verdienden, zijn nu op een salaris van bijna 15.000 per maand en dergelijke dingen. En dat heeft iedereen haast om minister te willen worden. Maar
eigenlijke potentie die je moet hebben om het land vooruit te brengen. Dat krijg je niet helemaal uit deze mensen. Maar wanneer men de salariering van deze mensen een beetje gaat inkorten en men vraagt mensen die vrijwillig of laten we zeggen op echte mensen die het menen met het land om een ministerschap te ambiëren, dan die mensen de gelegenheid geven en de juiste man op de juiste plaats te zetten. Bijvoorbeeld, we horen nu weer, is dat alle commissarissen met een salaris van gelijkgesteld aan de minister naar huis gaan, als een onderdirecteur of directeur van een departement naar huis gaan. Dat is weer een strop om het nek van de bijvoorbeeld de komende regering. Maar zou het dan niet mogelijk zijn dat na die setting van de regering, dat deze dingen door teruggedraaid kunnen worden en dat hij op een normale proportie terug kan brengen. Want ik hoor de nieuwkomende mensen die praten over het saneren van die zo hoge bedragen die worden uitbetaald en die toelagen die worden gegeven. Want dat zijn die dingen die het land zoveel problemen, financiële problemen ook brengen, meneer Pirkan. Dus ik zou graag willen weten als dit mogelijk is om deze financiële strop terug te kunnen draaien. Dat is mijn vraag. Is goed, meneer. Dank u wel. Dank u wel. Oké. We gaan nou even de gesprekken blokkeren. Dan ga ik er een verhaal vertellen van die coalitiepartner. Maar kijkt u, meneer, terugkomend op wat u daarnet heeft gezegd. Alles is mogelijk. Niets is onmogelijk. Is de mens maakt alles mogelijk of de mens wil het gewoon niet. Dus alles is mogelijk. Maar het is gewoon de politieke wil moet ervoor zijn om wat het volk zegt en hoe de natie denkt, ja, te verwezenlijken. En als men luistert naar de natie, men luistert naar de gevoelens van de bevolking, dan moet het niet voor onmogelijk kunnen zijn. Als er wetten zijn gemaakt, is het het parlement die die wetten weer kan wijzigen en die wetten weer kan aanvullen. Het is het parlement. En het parlement is een uitstraling van gedachten van de bevolking die haar op dat moment voor de 5 jaar daar heeft gezet. Dus het is niet onmogelijk, het is mogelijk. Er is maar 1 parlementariër geweest, 2 parlementariërs waren er geweest, laat me dat goed zeggen, die het een keer ter sprake hebben gebracht en dan expliciet ook op mijn verzoek hebben gebracht. 1 was Juwan Sital. Juwan Sital was toen van de PVF, hij was parlementariër. Hij heeft geen ondersteuning gekregen van zijn mede-collega's. En een tweede persoon die ter sprake heeft gebracht was Shailendra Girja Singh. En hij heeft ook geen ondersteuning. Want wil je dit soort maatregelen treffen, moet je ondersteuning krijgen van je mede-collega's in het parlement om eventueel wetswijzigingen of wetsaanvullingen te kunnen plegen op datgene wat gedaan moet worden. Maar dan moet die parlementariër ook bereid zijn om te zeggen van ik ga ook inleveren. En dat gebeurt vaak dat ze dat ook niet willen. Dat ze dat ook niet willen. Dus de gevoelsmatigheid, die bevolking vraagt dit al 10 keren. En we gaan ze blijven herinneren, u en ik. Daarom ga ik u met u blijven. Ik heb gezegd, met u blijven. We gaan ze blijven herinneren tot het gebeurt. Met Chan Santokhi heb ik gepraat. Ik had hem ook in deze uitzending gevraagd. Iemand heeft hem ook live in deze uitzending diezelfde vraagstelling van u aan hem voorgelegd. En hij is voorstander van wat hij hier heeft gezegd. Het is op YouTube. Om te kijken naar alles om het op een proportie te brengen in vergelijking met die bevolking. Die bevolking kan geen 5 gulden verdienen, gemiddeld. Ja, en een DNA-lid of een minister verdient 50.000. Die gap is te groot. Die gap is te groot. Dus hij is wel voorstander om naar te kijken, om het proportioneel te doen. Met andere woorden, als de parlementariër 5 gulden krijgt, de bevolking 5 gulden krijgt, bij wijze van spreken mag een parlementariër 10 gulden krijgen. En een minister mag 15 gulden krijgen, maar dat mag niet zo zijn, 5 om 500. Daar is een gap, daar is een klasseverschil. Dus daar is hij wel voorstander van om naar te gaan kijken. U hoort ze uiteraard nu nog niet. En waarom u ze niet hoort? Omdat het parlement nog niet is geïnstalleerd. Ze zijn nog niet beëdigd. Dat gaat maandag gebeuren. Dus ze zijn nog geen parlementariër. Dus vanaf maandag, als ze zijn beëdigd, en ze officieel zitting nemen in het orgaan, dan kunnen we ze wel pompen met die vraag. Kunnen ze wel pompen met die vraag. Hé, jongens, wat gaan jullie nou doen? Jullie hebben het toch gezegd? Hallo? Maar je kan ze nou niks vragen. Er zijn geen nieuwe parlementariërs. Er is geen nieuw kabinet. Het is toch steeds het huidige kabinet. Dus bij hun aantreden
dan kunnen we die vraag wel voor ze deponeren. Denk, laten we Ivo weer een beller geven, de gelegenheid. Dan ga ik naar dat coalitieverhaal, want ik heb Ivo wat zuurstof moeten. Oké, ik moet wat zuurstof hebben soms. Ja, oké. Dus dat verhaal wordt al bijna 15 jaar hier aangekaart. Ik heb het ook een keer aan meneer Hooghart had mij aangehaald. En Hooghart onthoudt mij altijd, maar ik vind het leuk dat hij mij onthoudt. En ik heb hem toen in deze uitzending gezegd, ik had het 2 weken, verander die wet nou. Hooghart heeft het ook niet gedurfd. Maar hij gaat wel bla 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 doen. Toch, verander die wet, dat had ik hem gezegd. Want ze nemen mij altijd mee op de sleep. Maar mijn verhaal heb ik al 20 jaar geleden verteld en ik ga het niet blijven herhalen. Wie het wil weten, die kan het op internet gaan vinden. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Ja, meneer Pirkan, alsjeblieft. Welkom, slaan. Ja. Luister naar dat. Ik heb in Facebook gelezen. Hè? Het is een hele herrie daar met die dingen van verdeling. Ik zie NPS en ABAP. Ze vechten elkaar. Ik heb een idee. Laat VHP liever met NDP gaan werken. Daar is het op gedoe. Dat is mijn mening. Oké, dank u wel. Oké, en nu ga ik het verhaal vertellen. Dan gaan we die lijn even blokkeren. Kijkt u, wanneer u naar Facebook gaat, dan moet u dat. U moet gebruik maken van social media. Laat me dat wel zeggen. Maar er zijn zoveel geruchten, zoveel roddels, dat jij uit jezelf common sense moet kunnen weten welk deel neem ik mee. Er komen ook comments voor die bewust worden aangezet door mensen en personen en organisaties die brand willen stichten in dat systeem. Maar als je het spectrum niet kent, dan ga je achter alles aanrennen. Ik ren niet achter dingen van Facebook aan, geloof me. Me? No. Je moet het zeven. Maar je kan het pas zeven als je weet welk deel moet ik weggooien en welk deel kan ik meenemen. Maar dan moet je dat wel eerst weten. Dus bepaalde dingen worden gevoed. Het wordt gevoed, goedwillig, kwaadwillig, om het in je brein te houden. Het wordt gevoed. Mensen voeden dat systeem. En dan gaat iedereen in een hype. Iedereen gaat dan meer en meedoen, meehuppelen. Maar als je ze vraagt om uit te leggen, kan hoogwaarschijnlijk 99% het niet uitleggen, maar ze zijn mee gaan huppelen. Dus daarmee moeten we heel omzichtig zijn. Facebook is heel erg goed, social media is goed, maar je moet het goede eruit kunnen halen voor uzelf en dat bepaalt uzelf. Prima, laten we het verhaal van die coalitiepartners gaan. De uitslagen van de verkiezing, die kent u intussen. Laat me het voor u nog een keer herhalen, zover u dat niet weet. Tijdens de verkiezingen zijn die zetels verdeeld geworden en daarbij heeft de VHP 20 gehaald. De NDP heeft 16, ABOP heeft 8, NPS 3, PL 2 en BEP 2. Dus laten we nog gaan praten over die coalitiepartners. Binnen deze groep heeft de VHP de meeste zetels. De VHP heeft niet alleen de meeste zetels, de VHP heeft ook de meeste stemmen. U moet 2 dingen naast elkaar zetten. Zetels en stemmen. 20 zetels en 108.240 mensen hebben op de VHP gestemd. Dan als we kijken naar de andere partner, en dat is dan de ABOP. De ABOP heeft 8 zetels. En tegenover die 8 zetels staan maar 24.000 stemmen. Dus dan kan je zeggen, hey, ze hebben relatief veel meer zetels gehaald, maar in vergelijking hebben minder mensen op ze gestemd. En hoe komt men aan die meer zetels? Is door dat kiessysteem. En u kent dat kiessysteem, is een heel onrechtvaardig systeem, is een eindeloos verhaal, maar dat laten we voor vandaag in het midden. Ja, laten we even in het midden. En als we kijken naar de NPS, de NPS heeft 3 zetels. Dan zou je zeggen van, hey, maar ABOP heeft 8, NPS heeft 3, dus ABOP heeft meer zetels, ABOP is groter, inderdaad. ABOP is groter in het aantal zetels. Maar als je kijkt naar het aantal mensen, burgers, die hebben gestemd, heeft de NPS 32.386 stemmen gehaald. Dus in stemmen, qua burger, is de NPS groter dan ABOP. Groter dan ABOP. Maar nu let iedereen op de knikkers. Niemand let meer op die burger die heeft gestemd, die individuele burger. Dus de NPS is qua aantal stemmen in die coalitie van 4
zijn ze de tweede grootste partij. Maar in aantal zetels, dan is de ABAP de tweede grootste. Dus je moet die dingen kunnen scheiden. Meer burgers hebben op de NPS gestemd dan op de ABAP. Burgers. Zou het one man, one vote zijn, dan zou het spel heel anders zijn. Maar niemand wil dat hebben, hè? Maar dat begrijpt u. Dus dat laat ik nog even in het midden voor vandaag. Kijk maar naar PL. PL heeft er 16.000. Dus die kan nog een beetje meehuppelen, maar die zit dan weer beneden. Dus u moet die verhoudingen wel kennen. En binnen die verhoudingen gaat men praten. Dus als je nou de ABAP uitlegt, ik heb meer stemmen dan je gehaald. Dat zal Ron heel waarschijnlijk, ja, ik vind het leuk voor je, maar dat boeit me niet. Maar ik heb 8 zetels en jij niet. Dan boeit het hem niet. Ja, maar ik heb meer stemmen gehaald. Ja, maar dat boeit me niet. Want daarvoor heb je 3 en ik heb 8. Dus dat is aan de hand van leiderschap en interpretatievisie. Hoe jij kijkt naar die burgerij. Hoe je kijkt naar de burger in dit land. Is de stem van de burger, heeft dat meer waarde? Of hebben het aantal zetels meer waarde? Het hangt ervan hoe je daarnaar kijkt. Oké, dus nu zit je aan die tafel. En dan hebben ze laat me u direct vertellen hoe die VVV eruit ziet. Die VVV. Maar je moet schrijven. Je moet niet proberen te onthouden als je het niet kent. Weet u? Binnen de VVV, dat is de Verenigde Volksvergadering. Dat is parlement plus, of om het voor het gemak uit te drukken. Daar heeft VHP 460. VHP is de grootste. In de VVV is VHP gewoon de grootste. Gevolgd door de NDP met 218. NDP heeft in totaal 253, dus RR plus DR, 253. En dan heeft de ABAP 170. En de PL heeft er 4 en de NPS heeft er 3. Dus de VHP heeft bij een normale stemming de meerderheid in de VVV. Dus de VHP is groot qua aantal kiezers. Hij is groot qua aantal zetels. En hij is ook groot in het aantal VVV-stemmen. Dat is de VHP, ook groot. Dus dan moet u dat in de gaten houden. Dus nu na de verkiezing, op 25 mei, hebben mensen dit aangegeven aan de politieke partijen. Die politieke partijen zijn dan nu met elkaar gaan praten. En dat waren de overwinnaars. De overwinnaars zijn met elkaar gaan praten. En dat gebeurt normaal in zo'n situatie. De grote winnaar was de VHP. De tweede grootste qua zetels was de ABAP. En de derde grootste was de NPS. Dus dan gaan de winnaars praten. En dat gebeurt ook in een oorlog, toch? Om het een beetje gemakkelijk voor je te vatten. Tweede Wereldoorlog. De geallieerde troepen, Amerika, Engeland en de Europese troepen, die hebben de Tweede Wereldoorlog gewonnen. Uiteindelijk hebben zij die cake verdeeld. De winnaar verdeelt die cake. Zo werkt het, niet de verliezer. De verliezer zit aan de kant en kijkt. Dus daar zijn ze bij elkaar gekomen. En dan op 30 mei, moet u de datum ook vasthouden, 30 mei. Dat is precies 5 dagen na de uitslag, hebben ze een samenwerkingsovereenkomst getekend. Dat heb ik hier, ik ga hem uploaden op mijn Facebook vanavond. Dan kunt u er ook naar gaan kijken. Want u moet wel lezen wat erin staat. Dus als u gaat huppelen over wat mensen zeggen, dan kunt u incorrecte informatie krijgen. Het komt erop neer dat die 4 partijen hebben afgesproken dat ze elkaar gaan ondersteunen bij de voorzitterschap in de Nationale Assemblée. Want dat is die eerste fase. Dat is maandag. In de Nationale Assemblée gaan ze de kandidaat ondersteunen die gaat voorgedragen worden door de ABOP. Dat hebben ze vastgelegd. Tweede punt dat ze hebben vastgelegd is dat ze elkaar gaan ondersteunen aan de kandidaat voor de ondervoorzitterschap in DNA die de VHP gaat voordragen. Dat hebben ze afgesproken. Dus je moet kijken naar de afspraken die ze hebben getekend. Verder hebben ze afgesproken dat de presidentschap en de vicepresidentschap, zowel in de Nationale Assemblée als in de Verenigde Volksvergadering, te ondersteunen. Met andere woorden, komt het erop neer, mocht eventueel de president en de vicepresident niet gekozen worden in het parlement, dan gaat het naar die grote vergadering. Dat noemen wij de Verenigde Volksvergadering. En ook daar hebben ze reeds besloten, samen uit, samen thuis. Dus we gaan samen daarnaartoe. We gaan samen stemmen. Dus die ondersteuning hebben ze elkaar gegeven, zowel op DNA-niveau, op presidentieel niveau en eventueel als het naar de VVV moet. Dat zijn die basisafspraken. Verder, nu komt het.
Nu komt het. Verder hebben ze wat Pietje Puk verhalen hier, maar dat heeft geen waarde voorlopig. Dus ik wil dat niet aanhalen. Gaat u in de waar komen. Daarna zijn ze tot een verdeling gekomen, een snelle verdeling van ministeries die men onder hun beheer krijgt. De ministeries die men onder hun beheer krijgt. Ze zijn die koek, die cake gaan verdelen. Ja, koekoe dit toch? Oké, dan vouwen praten koekoe. Toch? Zo werkt het, maar ik vertel het een klein beetje gemakkelijk. Dus de VHP heeft een aantal ministeries toebedeeld gekregen. En waaronder ook twee onderministers op justitie en op het ministerie van Onderwijs en Technologische Ontwikkeling. Dus de VHP bedient een aantal ministeries en twee onderministers. Vooralsnog is het nog niet officieel, maar het wordt gezegd dat men die twee onderministers wil gaan schrappen. Dat men wil even van de baan gaan houden. Maar het staat wel in deze overeenkomst. Dus het moment dat jij zegt, als getekende partner, want dat hebben we ook hier, als getekende partner zeg jij, we willen afstappen van die twee onderministers, betekent dat deze overeenkomst niet meer valide is. Want je hebt een wijziging gebracht. Het moment dat het officieel is en de coalitiepartners maken formeel bekend, die twee onderministers, die gaan wij niet meer doen, dan moet je een gewijzigde overeenkomst gaan tekenen, want dan kan je dit in de prullenmand gooien. Oké? Niet moeilijk, toch? Wat hebben ze verder nog afgesproken? Dat de ABOP een aantal ministeries krijgt, dat is dan ook bekend. Verder heeft men afgesproken dat de PL een aantal ministeries krijgt, twee. En dan komt het erop neer dat de NPS twee ministeries krijgt. Dus de NPS, want daarover praat men nu, en daarover gaan we het nu hebben. De NPS krijgt het ministerie van Onderwijs en Technologische Ontwikkeling en een nieuw op te zetten departement. Dus compleet nieuw ministerie die genoemd gaat worden olie en gas. Dus dat is een nieuw ministerie die van de grond gestampt moet worden. Dat zou ook onder beheer van de NPS komen. Het ministerie bestaat nog niet. Dus we praten nog niet eens van er is een ministerie. Er is geen ministerie. Dus wanneer die regering zou aantreden, dan zou men snel, binnen een maand of twee, zou men de randvoorwaarden moeten creëren voor het departement. Wat houdt het departement in en wat zijn de taakstellingen van het departement? Er is toch niks, het hangt in de lucht. Maar men heeft de wens uitgesproken dat er een nieuw ministerie komt, olie en gas. En dat hebben ze voor getekend. Daar heb je die handtekeningen hiervoor. Nu is er ruis. En de ruis is ontstaan door ABOP van Ronnie Brunswijk. Er is geen ruis ontstaan door de VHP. Er is geen ruis ontstaan door de NPS en ook geen ruis van Peertje Ellehoer. Peertje Ellehoer kan zich ook geen ruis permitteren. Omdat Peertje Ellehoer een gewonde, verwonde partij is. Ze zijn totaal afhankelijk van wat ABOP doet. Vandaar dat je meneer Somaharjo heel weinig hoort. Misschien kunnen ze zich herinneren, in het verleden had hij altijd een hoogste woord. En nu hoor je hem niet, omdat hij gewond is. Zijn partij heeft de aftakeling gehad. Dus hij is helemaal afhankelijk van Brunswijk, om het zo uit te drukken. Brunswijk van de ABOP. Dus Peertje ga je niet horen. Nu ontstaat die ruis. Er is ruis, het is niet officieel, er is ruis. En door die ruis gaat dat ding een spin-off nemen. In die ruis hoor je dat de ABOP, het ministerie van Olie en Gas, dat nog opgericht moet worden, niet meer wenst. Niet meer wenst. Met andere woorden, ze wensen geen nieuw ministerie. Dat betekent, als er geen nieuw ministerie, want het is een nieuw ministerie, hè? Als er geen nieuw ministerie komt, dan blijft olie en gas normaal onder beheer van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. En het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, die is toebedeeld aan de ABOP. Alleen zou men olie en gas weghalen. Zou men olie en gas weghalen om een nieuw departement op te richten. Dus de ABOP is gaan slapen nadat ze hebben getekend. En dan hoor je nu dat de ABOP zegt van, ik wil dit niet meer afstaan. Ik wil dit niet meer afstaan. Terwijl je wel op 30 mei hebt gezegd, ik vind het leuk. Ik vind het geweldig, ik ben content ermee. We kunnen lekker een
stroop of een limonade samen drinken. Dat hebben ze gezegd op 30 mei. Wat gebeurt er in de politiek? Nu moet u het politiek spel kennen. Dit geruis is later gekomen. Hoogwaarschijnlijk zijn mensen bij Ronnie gegaan en Ronnie hebben ingefluisterd hoe belangrijk olie en gas eigenlijk is. Want Ronnie was ook waarschijnlijk niet content, had geen benul van wat olie en gas is. Want hij zit in goud, hij zit in houtconcessies. Dus mogelijk zijn mensen hem gaan influisteren buiten de contrainen van de coalitiepartners. Buiten de contrainen om te zeggen, je lauw, voeg je de man olie en gas. Dus meneer is wakker geworden, dat denk ik, is wakker geworden en zegt nee, ik wil het niet meer. Want olie en gas, dames en heren, gaat een enorme grote rol vervullen tussen nu en de komende 7 jaar. Tussen nu en de komende 7 jaar vanwege het feit dat er enorme grote oliefondsen zijn gedaan op onze kust. We hebben nog geen druppel eruit, maar over 5 tot 6 jaar, hoogwaarschijnlijk 7 jaar zelf, gaat de eerste barrel eruit komen. En dat betekent dat je praat over een departement waar miljoenen en op lang termijn zelf miljarden om zullen gaan. Miljarden om zullen gaan. Dus hoogwaarschijnlijk kwam het thema, jongen. Zijp zangai. Iprusas aan rapen, julau. Ik vertel het in mijn woorden. Dus wat gebeurt er nu in het spel? En dat is niet correct van ABOB. Is niet correct van ABOB. Om nu te zeggen, dit departement wil ik niet oprichten. En ik wil dat onder mijn eigen beheer houden. Want ze zeggen niet dat ze olie en gas willen. Want willen betekent een nieuw ministerie. Nee, het blijft waar het is. Het blijft bij NH. Dat lijkt op een valse speler die naar een casino gaat en hele avond speelt. Eet en drinkt, heeft plezier, maar verliest aan het eind van de dag al zijn geld. Maar hij heeft wel plezier gehad. En dan komt hij de volgende ochtend terug, wanneer hij ontnuchter is van zijn plezier. En dan zegt hij tegen die casinohouder, hé, mag ik mijn geld terug? Want ik moest eigenlijk niet hier komen, maar ik moest vandaag ook niet spelen. Ik moest de andere dag spelen, maar mag ik mijn geld terug? Maar zo werkt het in het leven niet. Zo werkt het in het leven niet. Wanneer je een document hebt getekend, moet je aan dat document houden. Wil je een wijziging in een overeenkomst hebben, moet je weer aan tafel gaan zitten en geen lawaai maken. En een beller zei, hij heeft Brunswijk niet gehoord. Nee, je gaat Brunswijk niet horen. Als de NPS het heeft gezegd dat haar congres die mededeling heeft gedaan, mag je ervan uitgaan dat het waar is. Omdat NPS een gestructureerde organisatie is die al jaren bestaat. Al jaren, ze hebben structuren. Dus wanneer zij die mededeling hebben gedaan, dan mag u er gevoeglijk van uitgaan dat het waar is. Oké? Dus het is niet juist dat meneer Brunswijk zegt namens zijn partij ABOB, hoewel hij nog niet heeft gepraat, maar ik weet dat het gebeurt, dat weet ik, is het niet correct. Want het is een valse speler. En ik ga u zeggen, Brunswijk is gegroeid, maar hoogwaarschijnlijk is hij nog geen volwaardige politicus. Hij is wel gegroeid, maar hoogwaarschijnlijk nog niet. Hij moet groeien, mensen moeten hem begeleiden in de goede tijden, in mooie tijden. Omdat in het jaar 2000, heeft Brunswijk ook een overeenkomst getekend. Met het Nieuw Front. Het Nieuw Front had de verkiezingen gewonnen, houd dat vast. Brunswijk heeft mede ondertekend om te participeren. En dan kent u het verhaal nog van het bedrog in de Nationale Assemblée, toen Jenny Simons werd gekozen in wat men noemt een DNA-coup. Jenny Simons is met een coup op die stoel gekomen, want 2 ABOB-mensen hebben toen niet volgens de afgesproken parolen afgestemd. Ze hebben toen een coup gepleegd. En dat was onder ABOB's leiding. Dus hoogwaarschijnlijk telt men niet zo zwaar aan overeenkomsten gezien het verleden. Gezien het verleden. Dus ik hoop dat mensen wijs genoeg zijn om aan tafel te gaan zitten en dan samen te kijken hoe los ik dit ding op. Maar je kan niet als een valse speler door het leven gaan. Want mensen gaan het wantrouwen altijd in je blijven hebben. Altijd gaan mensen het wantrouwen in je blijven hebben.
En dat maakt Brunswijk nog geen leider. Het maakt hem een leuke politicus, maar het maakt hem nog geen leider. Leiderschap is hoger dan een normale politicus. Dus dat speelt momenteel. En wat ik weet, dat ze nu praten. Ze praten nu. En als de NPS bij wijze van spreken zegt van, jongens, dan krijgen we één ministerschap. Dan mag ik wel zeggen, u mag het oneens zijn met me, of eens. NPS is wel een partij met karakter. Al hebben ze 3 zetels. Ze zijn de 2e grootste partij in die coalitie. Dat moet u vasthouden. Ze zijn de 2e grootste in die coalitie qua aantal stemmen dat die burger heeft gezegd, jou wil ik. Het is wel een betrouwbare partner. Als u kijkt naar de tijden van de NPS, dan mogen er min- en pluspunten zijn, maar het is wel een stabiele partij. Het zijn geen huppelaars. Het zijn geen onsportieve mensen. Ze hebben hun gebreken ook als partij, zoals alle andere partijen. Maar als de NPS hun woord geeft, dan mag je ervan uitgaan dat ze hun woord wel houden. En wat we zien, als ABOP zijn woord geeft, dan is het drijfzand. Maar dat kan de bevolking niet hebben. Daarvoor hebben we niet gestemd. We hebben niet gestemd voor drijfzand. We hebben gestemd voor mensen met karaktereigenschappen, met hoge morele waarden, met kwaliteit voor het leven. Daarvoor hebben mensen gestemd. Al dan niet op verschillende partijen. Dus dat is het probleem nu. Dan kan je verschillende scenario's nu maken. Maar ik wil nog niet naar die scenario gaan. Dat wil ik later voor straks. Want mensen beginnen te denken aan A, B, C en D. We gaan niet naar A, B, C en D. Dit probleem gaat opgelost worden vandaag. Het gaat opgelost worden vandaag. Omdat als je mensen zeggen, maar dat wordt gevoed, hè? Het wordt breed gevoed. Laat de VAP met de NDP gaan. De VAP kan niet met de NDP gaan. De VAP heeft bij uitstek de NDP bestreden vanwege wanbeleid, corruptie en dat we vandaag arm zijn geworden. Die bandjes liggen er en ze hebben het luidskeel geschreeuwd. Hoe ga je met goed fatsoen daar? Dan ben je even vals als wat ABOP bij wijze van spreken nu doet. Dan ben je even vals. Je bent geen verschil. Je moet karakter tonen in het leven. Dat moet je tonen in je leven. Politieke leiders moeten karakter tonen. Ze moeten voorbeeld zijn voor de mensen in dit land. Dus dat gaat niet werken. Overigens hebben een aantal parlementariërs van de VAP al gezegd, als je voor de verkiezingen, hè, we gaan niet mee. Ik heb het op de band hier. De band hier. We gaan niet mee. Een van ze is Matura. Matura heeft het hier gezegd. In deze uitzending. En dat heeft Matura onder andere, los van haar kwaliteiten, haar persoonlijke kwaliteiten, haar persoonlijke drive als lijsttrekker, heeft haar die extra stemmen gegeven. Dit heeft haar die laatste push gegeven, die uitspraak van haar die ze hier heeft gedaan, waarbij mensen duidelijk wisten, zwart-wit, hoe ze denkt, hoe ze is. En doordat ze dat heeft gezegd, heeft ze die laatste push gehad, ze had het al, en ze heeft meer dan boterse gehaald. Ze heeft meer dan boter. Denk je dat het Matura gaat? Brad, minobreren. Dus laten we dat even laten. Niemand denkt voorlopig daaraan. Wat ik wel weet, dat ze nu praten en dat we mogelijk vanmiddag het resultaat zullen gaan horen. Maar de ABOP moet karakter tonen. En er is een verschil tussen ABOP en de BEP. Maar dat ga ik u straks vertellen. Zullen we wat bellen slaan of gewoon een break nemen, jongens? Wat gaan we doen? Oké, we gaan een break nemen. Dus na die break kom ik weer terug. Maar dan ga ik u wel even inlaten, zodat u kunt ventileren. Want ik kan nog heleboel verhaaltjes aan u vertellen. Maar ik heb ruimte daarvoor nodig. Dus laten we even een break nemen, oké? Dames en heren luisteraars, welkom terug tot gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pirkan's Kalwajorkal. Mijn naam is Farid Pirkan. En ik ben uw presentator voor deze uitzending. We laten de lijnen even voor u open, zodat we ook uw mening kunnen horen. En aan de hand daarvan ga ik een klein beetje doorfietsen met u. En iedereen praat vandaag hoogwaarschijnlijk, maar je mag over alles praten. We hebben nooit een speciale topic. Maar over de laatste politieke ontwikkelingen. De 4 partijen, zeggen ze ook wel. En een van de redenen waarom je Somoharjo niet hoort. Je gaat Somoharjo niet horen. Somoharjo krijgt zuurstof van ABOP. Zo moet u dat zien. Somoharjo, zowel Percelle Hoer, is op een zuurstofbom van de ABOP. Dus Somo gaat zijn mond houden. Hij wil geen lawaai maken. Want als hij lawaai maakt, dan gaat hij ook eruit. Dan komt hij ook op tilt. Dus hij zegt, luister jongens, mijn kaarten zijn goed geschud. Ik heb maar 2 zetels en ik krijg daarvoor 2 ministeries. En ik heb relatief ook minder stemmen dan de NPS. Dus waarom zou ik lawaai moeten maken? Dan zeg ik, ga geen lawaai maken toch? Ben je nog niet goed wijs?
Ik heb er 16.000 plus stemmen, ik heb er 2 zetels. En ik krijg 2. Ja, laat ze het maar uitvechten. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Hoi. Helder, 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 helder kan het niet. Ja? Wat je allemaal gezegd hebt. Maar ik wil toch suggereren, meneer Dirkhan. Ik heb het gevoel, ja, dat meneer Brunswijk denkt van afspraak is afspraak. Maar business is business. ABOP gaat samenwerken met DEP. En ze hebben die kan nodig voor natuurlijke hulpbronnen. En dat past in het geheel wat het binnenland wil hebben. Eenheid. En daar heeft de VAT geen problemen mee. Maar ik vind het helemaal niet leuk voor de Nationale Partij Suriname. Want die is een betrouwbare partner. Maar overigens wat hij gezegd heeft, is 100.000%. Maar meneer Pietkan, ik moest een dagblad kopen 3 weken geleden. Nergens te krijgen, niet bij hier waar ik woon, bij wie hier in de stad woont. Nee, daar aan de Toetanelaan. Bij Gopi, uitverkocht. Ik heb in de regen gereden naar de Zwarte Hogemerstraat, mijn laatste troef. En een Javaanse dame heeft me geholpen. Ze zat achter een begrendelde deur. Ze zei, komt u binnen en heeft mij geholpen. Dank u wel. Oké, dank u wel, dank u wel. We appreciëren dat de mensen de krant nog waarderen. We hebben een distributieprobleem de afgelopen periode gehad. Laat me dat meegeven. Vanwege het feit dat vele van onze verkooplocaties Chinese winkeliers zijn. Maar u weet ook dat een heleboel winkels dicht zijn en daardoor hebben we een distributieprobleem. Dus we hopen alsnog dat u het kunt vinden in uw buurt. We leveren de winkels normaal aan, we leveren de groentemarkten ook aan, we leveren de slagerijen aan. Overal waar mensen komen, we leveren de pompstations ook aan. Dus u moet gewoon even voorlopig ernaar vragen, omdat het geen normale situatie is voor ons in distributie, zoals voor we de lockdown hadden gehad. Goed, dit is Kul A. Jor Kul. Wat zijn, ik denk dat ik even wat bellers laat, want dan kan ik even mijn verhaaltje nog doen. Sommige heb ik al gezegd, die gaat rustig zitten. Wat die meneer zei, kijk, BEP is ook een optie. Maar u weet, er is een veto tussen BEP en ABOP, omdat het is een stammend probleem dat dateert van 300 jaar geleden. De mensen van ABOP, die zijn voornamelijk Okaners. En de mensen van de BEP, die zijn die Saramakaners. Maar als je kijkt naar historisch gezien, historische ontwikkelingen, dan hebben de mensen binnen de groeperingen van BEP zich qua scholing, qua intellect, zich beter ontwikkeld door de jaren heen dan de Okaanse groep die voornamelijk heeft gestemd voor de ABOP. Ik zeg niet dat de ABOP minder is als partij, houd dat vast. Maar als we kijken naar de algemene scholing door de jaren heen, dan hebben de mensen van de BEP een relatief veel hogere scholing dan de mensen binnen de gelederen van de ABOP. En dat merk je ook als men praat. Als iemand van de BEP tot je praat, maakt niet uit of je het met hem eens bent of niet eens bent, of je nou van hem houdt of niet van hem houdt. Je gaat zien, ze kiezen heel zorgvuldig hun woorden uit. Heel zorgvuldig. Maar dat als je de historie volgt, dan gaat u kunnen zien dat ze een betere ontwikkelingskans hebben gehad. Laten we het noemen dan de mensen die relatief op de ABOP hebben gestemd. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Goedemorgen, meneer Biergan. Goedemorgen. Ik wil heel kort zijn. Ik heb begrepen dat u heeft gesproken over die aanpassing van de DC's. Die aanstaande dus mogelijk in de toekomst dingen gerealiseerd zou worden. Maar ik heb nimmer gehoord hoe verder met de ambtenaren.
of het nader bekeken wordt of wat. Maar ik heb wel begrepen van meneer Santoki dat ze wel gesprekken hadden met de huidige regering daaromtrend. Maar kunt u misschien wat informatie dingen, als u dat hebt? Oké, ik heb geen informatie. Wat ik wel weet, is dat de ambtenaren in juli vakantiegeld gaan krijgen. En weet u wat dat betekent? Die ambtenaren gaan natuurlijk blij zijn. Maar de mensen die geen ambtenaar zijn, van waar gaan ze dat geld halen? Want bij paisano de. Dus het enige wat ze gaan kunnen doen, dan draai je persmachine. Drukmachine, brada, drukmachine. En dan maak ik aan dat monetaire financiering. Maar zeg je wil geld? Alsjeblieft, geef je papier. Le. Wat ga je krijgen? Koers bam, weer omhoog, prijzen duurder worden en het lawaai begint weer. Meneer Santoki kan voorlopig niks doen. Meneer Santoki is geen regering. Houd dat vast. Santoki is geen regering. Mensen dwalen in dat systeem. Er is geen Santoki-regering. Er is geen Santoki-parlement. De regering is Desi Bouterse. Dus u moet die dingen... U kunt Santoki kan ook niet. Wat gaat hij je zeggen? Hij is geen regering. U moet hem die vraag stellen. En dat ga ik... Als hij op die stoel zit... Er is geen Santoki-regering. Oké? Okay? Er is nog een draaiende, full-fledged regering onder leiding van Desi Bouterse. Met vol mandaat. Vandaar dat ze alles nu tekenen en alles nu doen. Niets is illegaal wat ze doen. Het is een regering die nog zit op die stoel. Die moet u niet vergissen. Er is een verkiezingsuitslag, maar er is nog geen nieuwe regering. En mensen verwarren die dingen. Ze verwachten zoveel wonderen dat er moet gaan gebeuren. Die wonderen gaan niet gebeuren, Bhai. Ik ga u begeleiden hier. Als Santoki ooit een regering formeert, ga ik u begeleiden. We gaan elkaar begeleiden. Daarom ga ik met u hier blijven, dat heb ik u gezegd. Oké, dan bij het verhaal kijken. Ik zei u dat wat ABOP aangaat. Kijk, ABOP heeft goede mensen. Maar ik heb het over de ontwikkelingsgraad van de mensen van de BEP en de ABOP. Dat is mijn mening. Oké, maar u kunt het ook gaan zien. Ze hebben veel lessen scholen gehad van de EBG-scholen destijds. De jongens zijn qua educatie, hebben ze een hogere ontwikkeling dan de gemiddelde mens persoon bij de ABOP. Dus bij wijze van spreken, niet dat ABOP-mensen slecht zijn. Hè. Vertel dat niet in goed en kwaad en slecht. Oké, okay, want ieder mens is goed. Maar het gaat om de menselijke intellectuele ontwikkeling. De groep van Ronnie is militanter, hè. Is een vrij militante groep. En dat hebben we gemerkt de afgelopen jaren. Dat als er iets gebeurt, men direct in een agressieve houding komt. En niet men gaat in een defensieve houding, gaat men direct. En niet zozeer in een proactief dialoge houding. We hebben dat gezien door de jaren heen. Maar dat is ontstaan, niet vanwege hun roots, dat is mijn mening. Dat is ontstaan na de Binnenlandse Oorlog. Mensen die het weten... dat voor die Binnenlandse Oorlog de burger van Suriname breed respect had voor de binnenlandbewoners. 100% respect had voor die oorlog. Als je iemand van het binnenland zag vroeger, misschien weten die jonge mensen het niet, want ze hebben dat niet meegemaakt. Je sprak met mooie, lieve toon tot ze. Omdat ze ook zo waren. Ze dwongen compleet respect van je af. Maar door die oorlog... zijn er militante stromingen gekomen in dat systeem dat niks te maken heeft als zodanig. En die is doorgebleven, want je hebt een compleet nieuwe generatie gehad. Compleet nieuwe generatie. Oké, wat kan je nog doen in deze situatie? Ze praten, Santoki gaat die stekker niet eruit halen, dat weet ik al, dat kan ik u zeggen. NPS is een betrouwbare partner, jullie moeten dat ding goed begrijpen. Het gaat niet om 3 zetels. Het gaat om de kwaliteit en de betrouwbaarheid die een partij voor jou neerlegt. Het gaat om een partij die 70 plus ervaring heeft. Het gaat om een partij die ook fouten heeft gemaakt. Maar het gaat ook om een partij die corrigerend kan optreden naar buiten toe en naar zichzelf toe. Zo moet je die NPS vertalen. NPS is geen chimboy, omdat iemand lawaai maakt. Mensen willen hoogwaarschijnlijk Harry Schoppers hebben, maar ze hebben die karaktereigenschappen hoogwaarschijnlijk niet om dat te doen. Er is nog een groot verschil, is dat
voornamelijk de mensen die hebben gestemd op de NPS, uitgaande van deze verkiezing. Als we kijken naar de gebieden waar de NPS haar stemmen heeft gehaald, als we kijken naar de stemlocaties en de resorten waar de NPS haar stemmen heeft gehaald, want zo moet je die analyse maken, dan hebben voornamelijk stadskriolen, om het zo uit te drukken, Fotomang, stadskriolen en stadsmulatten, wat we noemen de Douglas, hebben gestemd op de NPS, voornamelijk. Want je kunt het in de gebieden zien. Oké? Okay? Wat zou het betekenen als je de NPS nu gaat zeggen, je mag niet meer participeren, omdat pietje, puk, whatever. Dat betekent, je hebt die hele groep van mensen, stadskriolen en de stadsmulatten, waarvan er pakweg 30.000 mensen hun stem hebben uitgebracht op de NPS. Hoeveel is dat weer? Ja, 32.000. Die ga je compleet aan de zijkant zetten. Dat kan niet. Dus dan ga je een regering krijgen met een Hindoestaanse signatuur. Dat is de VHP plus. Ik noem het nog VHP plus. Want VHP daarvoor zit ik. Dus ze hebben plus bijgebracht. Dan heb je nog een Javaan die er rond huppelt. Want het is geen echte Javaanse partij meer. Het bestaat in principe niet meer. En dan heb je een vrij zichtbare aanwezig Maron groepering. Dan heb je die stadskriool eruit gehaald. Hè? Je hebt hem eruit gelegd. Pak. Dat kan ook niet. Zo werkt het niet. Politiek is balans. Is multi-etnisch. Het is power sharing. En samen verder gaan. Dus dat gaat ook niet. Dat moeten we vasthouden. Dus het is zaak. En dat is mijn mening. Het is zaak dat de NPS erbij hoort. Echt waar. NPS hoort erbij. NPS heeft 32.000 stemmen, mensen. Ze hebben meer dan ABOP. NPS heeft 32.000. ABOP heeft 24.000 op basis van de burger. Op basis van de burger. Maar op basis van de knikkers, dan heeft de ABOP meer. Dus dat Ronnie Brunswijk en ABOP, ik weet niet wie die lawaai maakt daar binnenin, maar het scenario zal waarschijnlijk van Ronnie komen, om lawaai te maken en hoogwaarschijnlijk zeggen van, dat moet NPS er daar niet bij zijn. Als je de NPS niet bij hebt in dit systeem heb je een fragiele regering. Ik zeg het u. Omdat NPS in deze regering die stabiele factor is. Het is geen ABOP. Nee, NPS is die stabiele factor in deze regering. Met zijn 3 zetels en met zijn 32.000 stemmen. Dus we moeten geen lawaai maken, schop ze weg, haal die daar. Het werkt niet zo, Bahia, het werkt niet zo. Het leven van ons in dit land, multi-etnische samenleving, multireligieuze samenleving, diversiteit aan religieën, zegt jou niks anders. Je moet aan power sharing doen. Dat zegt je niks anders. Je moet aan power sharing doen. Simpel als dat. En als jij denkt, ik ga het alleen doen, dat betekent dat je bezig bent je eigen val te creëren. Je eigen val te creëren. Dit land is gecreëerd op multi-etnische basis, multireligieuze basis, multiculturele basis, diversiteit aan voeding, diversiteit aan alles. Wat zegt het verhaal van die samenleving je? Je moet power sharing doen. Dat is het. Al heb je 20 zetels. En dat heeft Chan wel gedaan. Houd dat vast. Dat heeft Santokki wel gedaan. Hij heeft dan power sharing gedaan. Maar dat er één groep nu even reus in doorlaat. Reus. Ik noem het reus. Ik noem het geen breuk. Hè? Ik noem het reus. Er is geen sprake van een breuk. Dan geloof ik dat men het wel gaat kunnen formuleren vandaag. Uitgaande van de gedachtegang, de gedachtegoed van een natie. En dat maakt de leider. Maar jompo, neem ik leider. Je bent je bari, je blijft falen, je kan huppel, maar je bent geen leider. Leider is kwaliteit, karakter, natievorming, eenheid, toekomstgericht. En dan moet, als je soms moet inleveren als leider, dan moet je inleveren. In het verleden is het gebeurd. Ik was er ook niet altijd eens mee, maar naarmate je gaat blijven lezen, zeg je, die mannen waren toch wel een klein beetje slim. Ze waren niet alles goed, maar ze waren wel een beetje slim. Laat je maar naar Pengen laten kiezen in Saramaka. Was toch gewoon mogelijk? Ik zeg, oké.
ben Galies, hè, ik was nog klein. Dus in sommige tijdspan van het leven moet je niet proberen hebberig te zijn. Hebberigheid zorgt ervoor dat je valt. Dat is gebeurd met de NDP. NDP was hebberig. NDP was hebzuchtig. NDP is gierig geworden. En ze dacht als alleenheerser, want ze waren de only ruler, ze hebben geen powersharing gedaan. Hè? Alleenruler, ik kan maken en breken wat ik wil. Ze hebben niet aan powersharing gedaan. Ze hadden de power. Ze hadden die ultimate power. Ze hadden niemand nodig. Ze hebben het land geruineerd, toch? Kijk naar je portemonnee. Heb ik het gedaan? Heb jij jezelf geruineerd? Dat systeem heeft jou geruineerd. Maar als je aan powersharing doet, je bent leider, je kan de balans maken in dat verhaal tussen bevolkingen, waarbij we allemaal onze verschillen hebben. Dat hebben we allemaal. We hebben onze verschillen. En dat mag ook. Want dat houdt ons zo uniek. Maar we moeten wel de grote verschillen kunnen overbruggen. En daarvoor heb je kwaliteit mensen nodig. Je hebt geen herrieschoppers nodig. Maar je hebt ook mensen die moeten zeggen van oké, ik kan niet alles winnen. We zeggen you win one, you lose one. You win one, you lose one. Zo werkt het. Maar Zatok heeft het wel in de hand, geloof ik. Tot nu toe. En hij heeft wel aan die power sharing, maar hij heeft 108.000 stemmen. Geloof me. 108.000 stemmen, dat is verdomd veel, hè. Hallo. Is heel veel, hè. Maar zo hebberig is hij dan ook weer niet geweest. Omdat hij 108.000 stemmen heeft. Nee. Hij zegt, we nemen die andere mensen ook mee. Dus dan moeten we tot een goed vergelijk vandaag komen. Straks. Maar er zijn zoveel scenario's die je kan maken. Zoveel scenario's die je kan schrijven. Ik heb een heleboel scenario's hier gemaakt. Ik wil me nog onthouden van die scenario's. Omdat ik kijk naar een goed eind. Ik kijk naar het feit dat Brunswijk moet groeien tot leider. Want hij is nog geen leider. Hij is een voorzitter van een partij. Een voorzitterpartij maakt je nog geen leider. Want al die mannen van Stree hebben toch ook een voorzitter. Pro heeft ook een voorzitter, maar dat maakt je nog geen leider. Maar dat maakt je wel een voorzitter. Dus hij moet groeien naar leiderschap. En dat niet. Nee, hij heeft wat goede mensen. Hij heeft niet veel, maar hij heeft wat mensen om zich heen. Marius B. kan gezegd worden, oké. Marius B. kan hem bijsturen. Maar dat ze dat in de honderden hebben rondlopen, dat hebben ze ook weer niet. Maar leiderschap, dat groei je mee. Dat toon je als mens. Dus ik zie geen breuk. Ik zie ruis. En alle ruis worden wel opgelost. En ik weet dat VHP de NPS ook nodig heeft als een stabiele factor. Als een partij met karakter. Als een partij met mensen die mee kunnen helpen en mee kunnen sturen. En dat weet de VHP. Het verleden ligt daar. Het verleden ligt daar. Al ben je het eens geweest, altijd of niet eens geweest. Het verleden ligt er wel. Je neemt dat stukje waarvan je houdt. Je gooit dat andere stukje waarvan je niet houdt, gooi je gewoon weg. Dat mag je ook weggooien. En dat weet hij. Dus die stekker gaat er niet uit. Ik denk niet dat hij een voorstander daarvan is. Maar ik denk dat met dit verhaal, en met uw bedenken die u kunt meenemen, ga ik u groeten voor deze aflevering van Rashid Pirkans Kalender. De scenario's wil ik niet vastleggen. Maar we wachten even af. Maar ik heb u wel gezegd wat belangrijk is voor dit moment. Ik groet u. Rustig weekend. COVID is er nog. No vergeti. COVID-D. Die virus huppelt rond. Maak die fout niet. Die virus huppelt nog rond. Dus blijf veilig. Blijf thuis. Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen maar op straat als je echt iets moet gaan doen. Maar ga niet echt rondhuppelen omdat je tussen 8 en 5 of tussen 5 en 8 uur 's avonds op straat mag. Dan ga je gewoon even huppelen. Ja? En je gaat je eigen veiligheid in gevaar brengen. Je gaat andere mensen hun veiligheid in gevaar brengen. Dus hou rekening mee. Blijf nog thuis zoveel mogelijk als het kan. Ik groet u. En inshallah ben ik er weer woensdag 1 juli met een andere aflevering van Rashid Pirkans Kala Jorkal. Ram Ram, namaskar. Goede havies, assalamu alaikum. Dit was Farid Pirkan voor Rashid Pirkans Kal Ajorkal. Dag.